Moet een kunstenaar alles zelf maken? Dit is Lanzarote van de kunstenaar Angela Balk. Maar geschilderd door Geert. Ja. Dan bent u toch de kunstenaar? Nee, ik ben niet de kunstenaar. Ik ben de uitvoerder voor de kunstenaar. Dus zij bedenkt het. Ja. U schildert. Ja. En zij gaat er met de eer vandoor. Nou, ik denk dat we al twee evenveel eer erin hebben. Als we dit zo tot een eind kunnen brengen zoals zij het bedoelt, dan denk ik dat we een heel mooi resultaat hebben samen. Dus zij heeft het van tevoren bedacht? Ja, ja. Ik heb daar een brief van haar gekregen, via de fax. Daarin geeft ze aan hoe het uitgevoerd moet worden. Daarbij zit, naast de brief, zit een heel schema. Wat en waar op welke plaats moet komen en hoe zij dit wil hebben dus. Stapje voor stapje. Stapje voor stapje ga je dus die fases in om dat voor elkaar te krijgen. Dit werk is gemaakt door de kunstenaar Roxy Payne. En hier nog een kunstwerk. Hoe heeft hij dat gedaan? Ik denk met kaasvet of plastic. Het lijkt alsof hij een soort van pan heeft en daarin en dat hij dan zo laat vallen. Gewoon gesmolten plastic. Ja. Het bestaat echt ook uit lagen. Verschillende lagen. Maar zit er een gedachte achter van nu gooi ik het zo, nu gooi ik het zo? Ja, misschien wel. Het zou best kunnen. Ik zal jullie het antwoord geven. Let op. Het is een machine. Apart. Is het nog kunst? Ja. Ja? Ik denk niet dat het beeld heel erg moet veranderen, nu we weten dat het door een machine is gemaakt. Ik vind het wel een beetje vals spelen. Waarom? Ja, zo'n machine doet het werk. Is de machine toch de kunstenaar? Nou, de kunstenaar, die maakt de machine. En indirect maakt de kunstenaar dus ook het kunstwerk. Moet je als kunstenaar een kunstwerk zelf maken, ja of nee? Nee. Het ontwerpen van wel. Het idee van de kunstenaar is denk ik belangrijker soms dan de uitvoering. In het museum staan heel veel werken die niet door de kunstenaar zelf zijn gemaakt. En wat zien we hier? We zien hier een werk van Dan Graham. Hij heeft het niet zelf gemaakt. Hij heeft wel de schets gemaakt. Hij heeft het in zijn hoofd zitten. En dan zijn persoonlijke assistent in Antwerpen, die maakt de bouwtekeningen ervan. En wat heeft hij zelf gedaan dan? Wat hij zelf heeft gedaan is het idee ontwikkeld. Is dat niet een beetje lui dan? Is het lui? Nou, dat weet ik niet. Vroeger werd het ook al gedaan, hè? Rembrandt, die had ook heel veel leerlingen in zijn atelier. En die maakte eigenlijk heel veel van zijn werken ook. Ja, maar is het dan wel jouw werk? Dan Graham zegt zelf, de kunstenaar, zijn hoofdtaak is om het idee te maken. En andere mensen die zijn gewoon goed in het uitvoeren daarvan. En die gaan dat dan ook doen. Joep. Hey, hallo. Moet een kunstenaar alles zelf maken? Nee, dat zeker niet. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is voor een kunstenaar, in ieder geval voor mij, om heel dicht betrokken te zijn bij het product zelf. Dus niet dat je zeg maar niet een hele grote afstand is, dat alle andere mensen of machines het maken. Dat je echt met je neus bovenop staat, zodat als het slecht is, dat je het meteen door hebt. Maar je hebt dus wel mensen die jou helpen? Absoluut, ja. En is dat omdat je het eigenlijk niet in je eentje zou kunnen allemaal? Nee, ik kan het zeker niet, qua volume niet, maar ook qua ja, behendigheden. En er zijn heel veel dingen die ik niet zo goed kan. Moet een kunstenaar alles zelf maken? Volgens mij hoeft een kunstenaar niet alles zelf te maken. Wij vinden dat juist eigenlijk altijd heel erg leuk om dingen te bedenken waarbij een heleboel mensen samen iets kunnen maken. Het zou een beetje zijn, net zoals als je nadenkt over voetbal. Je hebt gewoon die voetbalspeelveld en daarbinnen gaat het spelletje gebeuren. Maar je weet niet van tevoren wat de uitslag is. Maar je weet wel dat ze voetbal gaan spelen. Moet je als kunstenaar altijd alles zelf maken? Ik vind van niet. Ik vind dat je bij het proces moet zijn. Maar ik vind dat je altijd wel wat hulp mag gebruiken. Een kunstenaar heeft ook gewoon hulp nodig van bijvoorbeeld stagiaires of leerlingen of gewoon mensen die aanneemt. Maar het is wel heel makkelijk. Ja, dat wel. Maar ik vind dat jouw idee en jouw persoonlijkheid er wel in moet komen, zeg maar. Ik denk ook dat de kunstenaar zelf niet alles moet kunnen willen. Op het moment dat ik bijvoorbeeld morgen iets van metaal wil gaan maken, dan weet ik niet of het verstandig is om meteen te leren lassen. Zo gek is het helemaal niet dat kunstenaars niet altijd hun eigen werk maken. Neem nou dit gebouw. Dat was een oude wolfabriek en dat is nu een museum.
Bedacht door architecten en gebouwd door bouwvakkers. Toch zeggen we dat het een gebouw van de architecten is. En we kennen de naam van de architecten zelfs, van Bentham Crowell Architecten. En de namen van die bouwvakkers, daar horen we nooit meer wat van. Nou, zo gaat het in de kunst ook. Alleen de naam van de huisschilder Geert Kruijzen gaan we natuurlijk nooit meer vergeten.